Dames en heren, goedemiddag en welkom bij de Deep Dive van Pro Beleggen in samenwerking met de aandeelhouder. Zoals gebruikelijk doen we af en toe een Deep Dive met een van de pro's van Pro Beleggen. En vandaag is het de beurt aan uh, Stefan Kastelein waarmee we door de portfeuille gaan heen lopen... en gaan kijken wat voor uh, actie er is geweest op de Belgische aandelenmarkt. Stefan, ja. welkom. Ja, dankjewel. Fijn om er te zijn. Altijd fijn om de Belgische aandeel te mogen vertegenwoordigen hier. En het is toch weer een boeiende start van het jaar geweest in België. Ja, want de laatste keer, dat zei je net, was je hier op 15 november. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, dus dat gaat toch uh, tijd vliegt. Ja, tijd vliegt en er is dus inderdaad sindsdien al wel wat gebeurd. Ja, daar gaan we het over hebben. Onder andere het feit dat er een bot is op Exmaar, een aandeel dat we vorige keer ook besproken hebben. Ja, ja, dat is natuurlijk een van de toppers in je portefeuille geweest. Um, ja, even een kleine agenda die we door gaan nemen. Ja, je gaat jezelf nog even voorstellen voor de mensen die je nog niet kennen. Uh, vanavond ook nog te horen op BNR begreep ik. Dus dat ja, is ik, steeds ja. bekender in Nederland. Een uh, stukje over de visie van de markt, over de portefeuille. En natuurlijk nog enkele tips die je bespreekt waar je op dit moment heel enthousiast over bent qua aandelen. Dan beginnen we even met een korte introductie over jezelf. Ja, uh, kom, je zal wel merken dat ja. ik al wel een tijdje meedraai in de, in de Belgische beleggingswereld. Wat misschien altijd wel boeiend is, de start was inderdaad Bank Corlui, waarbij we een fonds gestart hebben in Vlaamse aandelen. Dat was in de jaren negentig en toen gingen heel veel bedrijven naar de beurs. Toen zijn Kinipolis, Melexis, Van de Velde... Duvel bijvoorbeeld, naar de beurs gegaan. Melixis toen ook al. Ja, Melixis toen ook. Die zijn toen allemaal gestart. En het was, het was toch wel een boeiende periode. Bedrijven gingen naar de beurs en nu zien we toch een beetje tegenovergestelde be aandelen gaan van de beurs weg. Bijvoorbeeld <kijkt> dat Duvel aandeel, het lekkere bier, is ondertussen van de beurs verdwenen, al terug. Ah. Hè? Dus ja, je ziet nu wat bedrijven vertrekken, zoals dit jaar opnieuw al Telenet, Exmar. Dus ja, toch wel opmerkelijk, uh, geeft in mijn ogen toch wel wat weer, dat de waarderingen gemiddeld te laag zijn op de beurs. En het is daarom dat ze vertrekken. Dus, dus de uitverkoop op de Belgische beurs? Ja, wegens, in mijn ogen, te lage prijzen. Dus uh, ja, ik denk dat ofwel de beurs moet stijgen, ofwel dat we gevaar lopen, en we zullen het erover hebben, dat er meer en meer bedrijven van de beurs zullen gehaald worden. Ja, ja, ja. En de Vlam 21, dat was een potvuille die je beheerde? Ja, dat hè? was een, een fonds dat bleek alleen in Vlaamse bedrijven. Ja, België is natuurlijk een boeiend bedrijf. Tricky. Boeiend <laughs> land. Maar natuurlijk, al die bedrijven die we noemen, die we juist genoemd hebben, zijn allemaal Vlaamse bedrijven. Het was het idee: er komen nieuwe Vlaamse bedrijven ja. die gaan sterk groeien. En dat is ook zo geweest. Hè. Die, die, die fonds, dat fonds heeft het in de jaren 90, begin de jaren 2000, eigenlijk heel goed gedaan. Ja. En dan, ja is een lang verhaal natuurlijk, mijn Bank Corlouw is overgenomen door ABN Ambro en dat is allemaal verdwenen. Maar dat is ja, ja, ja. part of the history. Ja. En op dit moment uh, partner bij één vermogensbeheer, vermogensbeheerbedrijf, Nederland-België ook. Ja, ja. Uh, wat doen jullie precies? Ja, wij zijn vermogensbeheer. Dus wij beleggen vooral ook in individuele aandelen en heel veel in lokale aandelen. Die zijn dus de Belgische en de Nederlandse. En bijvoorbeeld hier staat ja, de Laatste... De laatste top vijf die we in de tijd mochten zetten, dat zijn Belgische ja. en Nederlandse bedrijven. Dus ja, dat is een beetje ons unique selling proposition, dat wij vermogensbeheerders zijn in individuele aandelen met heel veel aandacht voor de lokale Belgische en Nederlandse aandelen. Ja. Ik kan het nog niet precies lezen, maar welke vijf zijn het? Ja, die vijf waren de paar die vandaag aan bod komen: Solvay yeah. en, uh, en Dieter, die vandaag aan bod komen. Twee Nederlanders, ISML en Prozis. En yeah. dan ook GBL. Ah, daar komt hij weer. <laughs> maar die gaan we vandaag niet over hebben, maar hij blijft wel ondergewaardeerd. Ja, ja, ja. ja. ja nee, dat is natuurlijk, soms moet je blijven vasthouden. Ja, hij blijft en, ondergewaardeerd. Het komt uiteindelijk een keer waarschijnlijk krijg je gelijk. Ja, hij blijft ja. ondergewaardeerd. Ja, dat ken ik natuurlijk ja. al enige tijd. En vanaf dag 1 had je het over GBL inderdaad. Gaan we het vandaag dan niet over hebben. Nee. Um, ja, het eerste kwartaal. We, is natuurlijk, we zitten net na het eerste kwartaal. Uh, je had deze slide meegenomen. Want ja, hoe kijk je eigenlijk naar, naar het eerste kwartaal? Ja, het is toch weer boeiend geweest. Uiteindelijk is het positief. Hè? De rendementen van de portefeuilles zijn positief. De meeste beurzen zijn toch positief geëindigd. Al wel in de geest van heel veel mensen zullen ze vooral herinneren dat er een financiële crisis is. Terug een paar banken die onderuit gegaan zijn: Silicon Valley Bank, Credit Suisse Bank. Maar ja, dat is een beetje het verhaal. Uiteindelijk is het toch wel <middels> vrij goed. En een van de gevolgen, uh, en ik zal er onmiddellijk verder op ingaan, is dat we misschien de top van de rente gehad hebben, dat de rentes terug omlaag kunnen. En ja, dat is dan misschien toch wel achteraf, hebben we nu waarschijnlijk toch ergens de top van de rente meegemaakt. En ik denk dat dat toch een van de positieve elementen is om naar uit te kijken. Ja, want jullie hebben bij, 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 bij strategie, bij een vermogensbeheer, dat jullie zeggen, nou dit is eigenlijk een soort mini-crisis geweest. Dat, 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 dus de, jullie verwachten zelf niet dat dat gaat overslaan. Ja inderdaad, ja, inderdaad. Ik zou zeggen, eigenlijk die twee banken hebben. Credit Suisse, om het daar eerst over te hebben. Credit Suisse heeft de laatste kwartalen continu verlies gemaakt. Hè, terwijl de andere banken, nee, KBC, ING, noem maar op, die hebben uiteindelijk toch wel winst kunnen maken. Ja. Dus, eh, dus het is toch echt wel het probleem van Credit Suisse. Nu, ik moet zeggen, we hebben geen banken in het portefeuille. Want banken blijven toch altijd een beetje black boxes. You never know wat er kan gebeuren. Maar toch, Credit Suisse is toch wel een apart probleem geweest. Als je zware verliezen maakt, als andere banken winst maken. Zit iets in de problemen. En Silicon Valley Bank, ja, we kunnen misschien even op de, op de grafieken verder bekijken. Ja, dus, dus deze grafiek, je ziet, hè, de laatste kwartalen, uh, Credit Suisse heeft duidelijk verliezen gemaakt, dus dat is toch wel een, een specifiek verhaal. De economist schrijft over Debbie Swiss, vind ik toch wel mooi gevonden. <laughs> dus ja, eigenlijk is ja, het eigenlijk heel on-Zwitser. Ja, je denkt dat bij Zwitsers dit niet zal gebeuren. Ja, dat zal niet gebeuren. Dus we maken hier elke keer een cynisch grapje op kantoor. We zeiden altijd op vrijdag van, uh, nou, nah, Short Deutsche Bank, want ja, dat, die staat eigenlijk altijd ja, te boeken als, nou, als, er, als er problemen zijn in bankenlandschap is altijd weet je zeker dat de Deutsche Bank erbij betrokken is. Ja, ja. maar eigenlijk ja. is het bij crisiswis ook wel zo. Er zijn van alles schandalen geweest, uiteraard ook met witwasaffaires, maar is zelfs is een affaire geweest dat ze hun eigen ex-werknemers <hums> door uh, detectives lieten volgen en zo. Ja, er zijn allerlei schandalen geweest. Ja, ja toch wel een, een verhaal. En dan, wat de Silicon Valley Bank betreft, je ziet dat aandeel heeft eigenlijk in de periode 2021 eigenlijk een forse stijging gekend om ja. dan eigenlijk helemaal hè, van de klif te vallen. Hè. Dus dat is inderdaad wel ik heel... Zo de coronaspike Thank <laughs> Ja, dus dat was eigenlijk, maar dat was eigenlijk een, een populaire, populaire bank. Hè. En wat is er eigenlijk daar fout gegaan? Ja, een bank moet het fameuze AML, uh, dus uh, 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 ze moeten asset liability uh, management doen. Ja. Ze moeten het, het, het geld dat ze aantrekken in verhouding tot, zetten tot het geld dat ze uitlenen. En daar was een mismatch. Er was heel veel geld op korte termijn aangetrokken dat op lange termijn was, was belicht, vooral in ja. staatsobligaties. Wat gebeurt er? De rente stijgt, daardoor daalt de waarde van die staatsobligaties. En dan natuurlijk als men geld begint terug te vragen, ja, dan moet je obligaties verkopen met verlies. En er was daar een heel grote mismatch in feite. En natuurlijk, die, die rentestijging was voor alle banken een probleem. Maar de volgende grafiek maakt eigenlijk wel, wel duidelijk hoe de situatie veel veel erger was bij de Silicon Valley banken. Ja. Wat je hier eigenlijk ziet zijn eigenlijk de kapitaalratio's van alle grote Amerikaanse banken voor de rentestijging en daarna. Dus voor iedereen was slecht nieuws. Hè. Als de rente stijgt voor iedereen is slecht nieuws. Maar je ziet bij de Silicon Valley bank is eigenlijk ja, door die... die rentestijging hun volledige reserves Want ja, Eigenlijk waar we hier het blauwe stipje zien dat, dat is dus naar het rode stipje gegaan, ja, oftewel ja. ze gingen van helemaal rechts. Ja. Eigenlijk leek het een van de meest ja, in banken. Inderdaad, ja. ja. Naar compleet niet zorgvabele Ja, inderdaad, ja. ja dus eigenlijk raak... wat ik wel intrigerend vind, want we zitten natuurlijk, kijk, ik beleg ook niet in banken, dus maar wel in verzekeraar, maar niet in banken. Alleen wat me dan wel intrigeert is dat de Belgische Centrale Bank, de Nederlandse Centrale Bank, die hebben ook allemaal die leningen, want als je de verliezen hoorde wat de centrale banken nu maken op hun portefeuilles, die hebben eigenlijk hetzelfde. Ja, uh, en trouwens, de Belgische Nationale Bank is beursgenoteerd, hè? Oh, de, oh. De Belgische ja? Nationale Bank is beursgenoteerd. Dus die koers is inderdaad in elkaar oh, gestaakt, Ja, oh, okay. die is in elkaar gestuikt, hè, ja. ja, absoluut. Het is een van de allerslechtste Belgische aandelen okay. van, de, van de laatste periode. Ja, absoluut. De Centrale Bank is beursgenoteerd. De Centrale Bank is beursgenoteerd. Ja, dat is een heel lang verhaal. Dus die, die is ooit opgericht in 800 en zoveel. En ja. is altijd beursgenoteerd gebleven. Er is zelfs een jaar of twintig geleden actie geweest dat veel beleggers vonden dat die van de beurs zou moeten gehaald worden. Ja. Dat had ook te maken met de goudvoorraad van die bank. Van ja. wie is die eigenlijk? van de aandeelhouders van de staat, maar de noteert nog steeds, jawel, en is een van de of veruit slechts presterende Belgische aandelen, absoluut, Alwegens oh, de, de daling van die obligaties. Dus in oh, dit staatje zou het ook een soort SVB zijn. Ja, <laughs> ja kijk, moest, uh, moest de staat die uh, zelf organiseren, zou je misschien kunnen afvragen, oh, wat gaat zo. ermee gebeuren? Ja, ja. Ja. Dat is inderdaad oh, vreemd. Okay. Uh. Nou, dat wist ik dan niet. Dus die heb ik niet in portefeuille, nee. hè, de Belgische Nationale Bank. Maar dit, dit, dit geeft dus eigenlijk aan wat, wat er met die banken gebeurt doordat ze zeg maar hun leningen eigenlijk hun deposito's euh, of ze hebben geld geïnvesteerd op lange termijn en ze hebben korte termijn geld van bedrijven. Eh, particulieren die hun geld massaal wegtrekken, dan is dit het effect. Ja, dat is dit effect, ja. ja. En inderdaad, Silicon Valley Bank was eigenlijk een extreem geval. Ze hadden heel veel grote deposito's, dus als die weggetrokken worden, ja. gaat dat snel. Terwijl ze beter dan heel veel kleine klanten moeten hebben. Ja. En anderzijds waren ze heel lang uh, op heel lange termijn belegd. Ja. En daar is ook wel een verhaal van, dat blijkbaar in de VS onder president Trump, dat men voor de niet-systeembanken de regels wat soepeler gemaakt heeft. JP ja. Morgan Bank of America had heel strenge regels, maar die kleinere banken, die hadden wel vrij groot zijn, ja. die hadden wat minder strenge regels. Dus ja, ja, ik ga ervan uit, en dat is blijkbaar bezig, dat men ook daar de regels terug een beetje zal verstrengen. Ja. En waarom denk je dat het, dat het zeg maar, niet escaleert? Ja, waarom denk je dat het niet escaleert? je ziet hier eigenlijk al op dat het toch wel specifiek echt SVB is, dat alle andere grote banken niet zo heel veel gevolgen aan hebben. Maar vooral, en dat is toch een beetje onderbelicht, heeft de Amerikaanse FED toch wel een belangrijke beslissing genomen. Zij hebben gezegd, vanaf nu kunnen commerciële banken krediet vragen aan de centrale bank en daarvoor staatsleningen in pand geven aan 100%. Ja. Dus die obligaties op lange termijn, waarvan de koers gedaald is om de rente gestegen is, die nu bijvoorbeeld... Of 90 noteren, die mogen die banken nu in pand geven bij de centrale bank aan 100 en daar krediet ja. voor opvragen. Dus men heeft het eigenlijk opgelost voor de banken. Er ja. wordt er eigenlijk niet zoveel over gepraat. Ik denk ook dat ze niet ja, zo ja, graag lief. hebben dat iedereen beseft dat men ja. op die manier de zaak opgelost heeft voor de banken. Ja. Maar daarmee is het eigenlijk, uh, is het eigenlijk opgelost. Hè. Uh, dus ja, ik. Jullie ja, beleggen dus wat je zei, jullie beleggen niet in banken, maar die verzekeraars zijn eigenlijk mee afgestort, uh, zeg maar. Of uh, ja, afgestort, een beetje groot woord, maar zijn mee, net zo hard gedaald. Doen jullie daar wel iets mee of niet? Ja, we hebben ISR in portefeuille. En ja. ik heb ook in de portefeuille probeelliggen AGEAS. Ja, die aandelen zijn ook wel heel goedkoop en eigenlijk ondergewaardeerd. Want dat is dan zo, hè, die zijn eigenlijk meegedaald met die ja. banken. Die waren eigenlijk al niet zo duur, die zijn nu nog minder duur geworden. Dus ja, die zijn eigenlijk ten onrechte uh, mee afgestraft in feite. Dus die hebben wel ISR, AGEAS zijn wel goede aandelen. Ja. En dan, ja, een van de. Belangrijke gevolgen van heel dat gebeuren is dat. Ik heb net gezegd, we zijn waarschijnlijk aan de rentepiek. Dus je ziet hier eigenlijk op de lijn de verwachting van de, markt, van de marktrente op 1 maart en op 23 maart. Dus net ja. na eigenlijk het debakkelen van de Silicon Valley Bank. En je ziet dat dat veel lager is. We zullen moeten zien hoe het verder evolueert. Maar alles wijst erop dat, dat we toch de piek in, in de rente hebben meegemaakt. Dat we vanaf nu langzamerhand lagere rentes gaan hebben. En dat is toch als beleggers een van de. Belangrijkste elementen. Een ja. lagere rente geeft toch uh, zuurstof aan de markt. Hè. Dus, dat, dus dat is misschien wel een belangrijke disclaimer: dat we precies opnemen ongeveer, op het moment dat de inflatiecijfers in Amerika uitkomen. <laughs> dus wat dat betreft. Hè. Ja, die ja. moeten we natuurlijk straks kennen. Maar laten we zeggen in ieder geval: de, de rentevoeten lijken te voorspellen dat. Uh, ja, dat, ja. dat we lagere rente gaan zien. Ja, ja en dat zou weer goed zijn. Voor aandelen. Ja, want misschien deze grafiek heeft dat eigenlijk sterk weer. Deze grafiek geeft verschil weer tussen de tweejarige en de tienjarige rente. Als dat negatief is, wil dat zeggen dat de tweejarige rente is hoger ja. dan de tienjarige rente. De ja. yieldcurve is invers. Wat uitzonderlijk is, meestal is de yieldcurve normaal. Maar wat je hier ziet als een grafiek op zeer lange termijn, is dat negatieve yieldcurves eigenlijk voorspellers zijn van de recessie. Als ja. die negatief werd. Is bijna altijd de recessie. En is eigenlijk vooral ook een voorspeller dat de yieldcurve daarna terug normaal wordt. Wat meestal gebeurt doordat de korte rente fors omlaag gaat. Hè? Dus dit voorspelt dat we, enerzijds, ja, een recessie of in ieder geval een groeivertraging krijgen. Dat is, ja. uh, dat is eigenlijk wel zeker, maar dat is ook niet totaal onbekend. En anderzijds, ja, dat de rentevoeten terug uh, omlaag moeten. Die korte termijnrentes moeten terug lager worden ja. dan de lange termijnrente. Dat is. Wat we dus eigenlijk nog uh, in kortlopende. Ik heb het al obligaties. obligaties eh, uh, ja, die rentes zullen in ieder geval dalen. Mij lijkt dat onvermijdelijk dat die korte termijn lager ja. zullen gaan. Ja. Ja, en dan gaan de koersen omhoog. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En dan, ja, ik, uh, ik heb toch altijd een beetje een positieve kijk op de wereld, maar het is zo. Ja. De SP 500 heeft in het eerste kwartaal een stijging gehad van 7%. Dat is in dollar. Voor ons in Europa is het iets minder, omdat de dollar mm. wel wat verzwakt is. Maar toch, hè. en wat blijkt, dat als het eerste kwartaal een rendement heeft van 7% of beter, dat het einde van het jaar uh, in principe altijd positief is en zelfs behoorlijk positief. Uiteraard zijn maar ook altijd hoger dan wat het is in het eerste kwartaal of dat niet? Uh, niet noodzakelijk, maar ik geloof in 1987 bijvoorbeeld niet. <coughs> hè. 1987 was het jaar nee. van de beurscrash. Toen nee, was het eerste je... kwartaal 26. Dat ja. uh, was enorm goed eigenlijk, ja. hè, 20 procent. En het jaar is nog niet positief geëindigd, maar ondertussen is het toen in oktober ja. wel even een crashje geweest. Hè. Dus, dus je, dus je, nee, dus je garandeert uh, mensen niet een positief rendement voor de rest nee, van het jaar. En nee, en bovendien, <laughs> ja, wat statistieken betreft, je kan met statistieken natuurlijk alles bewijzen. Maar het is toch Opgevend, hè. dus ik ja. zoek altijd toch wel iets positiefs. Dus dit durft toch wel voorspellen dat 2023 een positief jaar zal zijn. Maar het is toch de categorie, uh, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Nee, <laughs> jammer genoeg. Hè. Moest het zo makkelijk zijn? <laughs> nee, zo makkelijk is het jammer genoeg ja. niet. Hè. Het, is, uh, wow. het is een teken van hoop. Hè. Hey, uh, Stefan, in je, je, je pro-beleggenpotvang, goede stad van het jaar. Ja, dus uh, we hebben toch uh, ongeveer 10% rendement, wat toch wel ja, ja. op zich wel mooi is. Hè. Dus uh, de Bel 20 heeft toch iets minder dan de helft van dat. Dus ja, ik denk dat het ja. wel een, een, een mooi rendement is. En zoals gezegd, ja. Ik zie toch nog altijd wel heel veel potentieel naar het jaar en de toer. Dus het is niet dat ik denk, ja, dit was het nu voor het jaar. Nee. Ik denk dat er toch nog wel meer, uh, meer potentieel is. Ja, we zien dat je eigenlijk uh, nagenoeg volledig belegd bent. Ja, inderdaad. En ja. Uh, een goed gespreide portefeuille natuurlijk, met uh, de grootste posities waar we het zo meteen over gaan hebben, omdat die in no time is verdubbeld. Um, want ja, laten we daar gelijk eens naartoe gaan. Het bod op Xmar. Ja, dus Xmar een aandeel dat we de vorige keer hebben aangehaald. Dus is inderdaad nu de grootste uh, positie in de portefeuille dus er is een bod van de familie Saverex dus de referentieaandeelhouder die bieden 10,1 euro per aandeel. Mm. 12,1 12 ja, 12 euro per aandeel. Met die voorwaarde, wel dat er dus komt nog een dividend van 1 euro ja. bruto, dat is 0,7 netto. Ja. Dat, men als, dat men de doelstelling heeft om het bod eigenlijk voor dien te doen, en met andere woorden, dat dividend niet meer uit te betalen. Wat dan eigenlijk betekent dat je eigenlijk maar 11,1 krijgt. Um, ja, dat is mooi natuurlijk. Hè. Ik heb het uh, in de probelege portefeuille gekocht. Ik heb het nog eens nagekeken. Gemiddeld aan 5,27 euro. Dus dat is wel ja. fijn natuurlijk. Je hebt, vo Je hebt voor uh. me ook al dividend iets gehaald, Ja, haalt, en ik heb toch? sindsdien al een dividend van 0,95 gehad ook, ja. Bedoel, ja, ja, dus, 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 ja dan, uh, dus het is inderdaad ja? wel, wel goed geweest. Maar toch, ik heb al eigenlijk de, de, de waarde berekend op Xmar op basis van dus, uh, ja, de verschillende onderdelen Toen kwam ik toch tot iets van een 850 miljoen dollar, omdat al die schepen en zo die noteren ja. in dollar. Terwijl het bot is nu hè, 720 miljoen euro, dus ja, het bot is eigenlijk onder wat ik als de echte waarde zou beschouwen. <laughs> Natuurlijk, zo werkt het ook wel, hè? waarom doet de familie Saverij is een bot aan 12,1 omdat zij denken dat zij er een goede zaak aan doen, anders ja. zouden ze het niet doen. Want hoeveel procent hebben zij nu? Ze okay. hebben nu al 50%. Ja, ze hebben nu al 50%. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, ook al vind ik het een karig bot, uh, ik heb ook nog niet verkocht. Uh, ja, neig ik toch wel om uiteindelijk de, de winst dan toch maar te nemen uh, en eruit te stappen. Omdat natuurlijk de ervaring leert, je zal nog herinneren, ik had in de pro portefeuille ook uh, Orange Belgian in portefeuille. Ja. Uh, was er een bot van de Moedermaatschappij Orange aan 22 euro. Dat was ook een karig bot. Ja. Maar ik ben uiteindelijk, uh, ja, ik heb uiteindelijk toch verkocht en gedeeltelijk ook op bot ingegaan. Want uiteindelijk zijn er wel een aantal aandelen Orange Belgium blijven noteren. Maar dat zijn er natuurlijk heel weinig. En die krijgen daardoor een, een liquiditeitsdiscount. Hè. Die noteren voor ja. onder de aan. Dus die noteren iets van een 16 euro. Ja. En voor die aandelen is het nu hopen dat Orange dat bot aan 22 euro opnieuw zal verhogen. Hè. Dat, dus ja. Dus nou, als, als ik dit ook zo zie. Hè, 720 miljoen euro. Uh, 850 miljoen dollar. Nou, ja, dan moeten we terugrekenen naar euro's. Dus dan zeg je eigenlijk van nou: het zou 10% hoger ongeveer moeten zijn. Uh, ja, er zijn toch wel andere aandelen te vinden die meer dan 10% kunnen stijgen, zeg ik dan. Ja, inderdaad. Ja. Dat klopt wel. <laughs> ja. Dat klopt wel dus, dus ja, ik denk inderdaad dat we moet, dat we gaan, hier, we gaan hier inderdaad wel tevreden voor moeten zijn. Hè. Ja. Dus ja, dus ik zou zeggen, alle aandelen die ik in portefeuille bij beleggen zijn koopwaardig, behalve deze. Hè. Dus omdat ja. ik hier inderdaad klaar sta om, uh, om te verkopen. En, en dat geld dan inderdaad te, te ja. herbeleggen. Dus ik ga daar zeker de volgende weken over schrijven in uh, de Pro-Beleggen Portefeuille. Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Uh, ja, even heel kort, uh, vindt u nou deze video's heel leuk? En denkt van nou, die wil ik eigenlijk ik direct in mijn tijdslijn hebben. Ja, klik dan even op de abonneerknop van ons YouTube-kanaal. Dat is helemaal gratis, kost u niets. En dan krijgt u al deze video's in uw tijdslijn. En dan krijgen wij meer volgers. Dus dat is voor ons beide een win-win situatie. En dat zouden we het mooi vinden, natuurlijk. Exmar, daar ligt dus het bod op. Uh, na ons gesprek denk ik dat je dan neigt om misschien toch uh, eieren voor je geld uh, te kiezen, zoals we dat in Nederland noemen. Maar het mooie nieuws is, dat het lijkt wel dat heel België een overnamekandidaat is. Ja, kijk, er is een, een, een artikel uit de Tijd uh, die, dit weekend die zegt, ja, dus het tweede aandeel dat dit jaar al wordt overgenomen, het andere was Telenet, tijd, ja. een grote uh, tele telecom aandeel. Dat, dat, dat zou, ik weet het nog goed, want ik heb ooit wel uh, ook Telenet gehad. Destijds werden volgens mij biedingen van 40 euro of meer werden volgens mij destijds afgewezen. Ja, kijk, inderdaad. Ja, want het, het is het al meerdere keren ge getracht over te nemen, Ja, toch? Het aandeel had het natuurlijk recent helemaal niet goed gedaan, wat dan ja. natuurlijk voor de hoofdhandelaar hoofdhandelouder Liberty het moment is om inderdaad toe te slaan. Hè? Maar ja, dat is de nuchtere realiteit een beetje voor heel veel Belgische aandelen. Ik vind inderdaad heel veel aandelen, uiteraard degene die ik in portefeuille heb bij ProBelegg, ja. en nog andere ook, die eigenlijk laag gewaardeerd zijn. Ja. Dus ja, het is give or take. Hè. Ofwel gaan die aandelen inderdaad op bepaald moment een stijging kunnen krijgen. Ofwel riskeren we dat die door de, van de markt zullen gehaald worden, ofwel ja. door de hoofdaandeelhouders. Er is dus behoorlijk wat aandelen waar je zou kunnen verwachten dat die dat doen. Of anders, uiteraard, door potentiële concurrenten ja. of dergelijke meer. Op dus, de plek 1 staat Recticel? Ja, Recticel. Dus isolatiemaatschappij. Heb ik niet in portefeuille, maar wordt inderdaad door velen wel genoemd als een dus potentiële, eh, potentiële overnamekandidaat. <laughs> en als tweede zal je trouwens zien: eh, Econocom. Eh, dat heb ik wel in portefeuille. Ja. Dat ga ik nu vandaag niet bespreken, maar klopt. Terwijl is ook een heel goedkoop aandeel. Ja, en zo kan ik er nog wel wat noemen. Hè. Dus ik denk ja. dat dit niet overdreven is. Eén op drie is een potentiële prooi. Dat wil niet zeggen dat ja. het gaat gebeuren, maar het zou kunnen gebeuren. En het is op zich al één van de redenen om eventueel Belgische aandeel te kopen. Ook al is het wel een beetje jammer. Hè, het zou eigenlijk leuker zijn, zoals in de jaren 90, dat er nieuwe bedrijven. Bijkomen ja. en we groei krijgen dan eerder dat de bedrijven van de beurs gaan, omdat ze eigenlijk uh, te laag noteren. Dus uh, het is te hopen dat we inderdaad hogere waarderingen krijgen, ten voordeel van iedereen. Hè? Ja, absoluut. Hey, dan gaan we een aantal uh, aandelen bespreken uit je pot waar je, waar je op dit moment uh, heel enthousiast over bent. Uh, het eerste is Zolve. Ja. Inderdaad, Solvay is een van de oudste Belgische bedrijven. Is opgericht in 1863. Dus heeft een heel lange geschiedenis. En bedrijven die zo lang bestaan hebben zich vaak moeten heruitvinden. Maar dat gaat dit jaar absoluut gebeuren, want het bedrijf zal effectief gesplitst worden. Solvay doet inderdaad twee zaken. Enerzijds traditionele chemicals. Hè, dat zijn ja. nog soda en, en ja, zelfs ja, allerlei zouten en zo. Die heel traditionele chemie die geproduceerd ja. wordt. Maar anderzijds eh, materialen. Hè, wat hier thermoplastic composite. Mm -hmm. noemt, bijvoorbeeld materialen voor vliegtuigen, voor, voor auto's, voor treinen, ja. uh, al dergelijke heel hoogtechnologische producten. En de, de visie is dat de beurskoers van Solvay op dit moment veel te weinig rekening houdt met die hoogwaardige materialen, met die high-tech business van die composietmaterialen. Ja. En eigenlijk Solvay gewaardeerd wordt als een traditioneel uh, chemiebedrijf, Miebedrijf. wat ja, minder waardevol is in feite. Mm -hmm. Dus is de beslissing genomen om het bedrijf te splitsen. Dat zal, uh, dat zal dit jaar gebeuren. Twee beursnoteringen. Ja, er komen dus twee beurs, beursnoteringen. Er is voor de rest nog niet zo heel veel bekend. Maar eentje zal dus ja, essentials noemen. Uh, en het andere, ja, de volgende slide zal, zal het weergeven. Eentje noemt essentials en de andere specialities. En de specialities zijn eigenlijk al die hoogwaardige materialen. Uh, voor de vliegtuigen, voor de treinen, voor, voor pijpleidingen ja. en dergelijke meer. En je ziet het, de, op basis van de som der delen zou uh, die materialen iets van een 12,5 miljard euro waard zijn en de traditionele chemie maar 5 miljard. Maar samen is dat toch 17,5 miljard euro en dat is 167 euro per aandeel ten opzichte van de huidige beurskoers van 105. Dus de redenering is, als die specialities apart gaan noteren, dat zal een veel hogere waardering krijgen en dus de huidige aandeelhouder van Solvay zal daar uh, veel meer uithalen. Um, ja, ik, je zou kunnen zeggen, het is een beetje raar dat de beurs daar nog niet op vooruit loopt. Uh, de reden is misschien dat men zegt, ja, we moeten het toch nog allemaal wel zien gebeuren. Hè. Ja. Uh, er is misschien ook nog wel een beetje twijfel van, uiteindelijk, bijvoorbeeld de huidige uh, CEO, die heet K3, hè, niet de popgroep, maar dat is haar naam, hè, K3, die uh, heeft ook <laughs> nog niet weergegeven waar gaat ze naartoe. Hè. Iedereen ja. verwacht dat zij de CEO van Speciality wordt, maar heeft ze nog niet gezegd. Ook de rest van het management weet ook nog niet waar komen ze terecht. Dus ja. er, er heeft een beetje een eigenaardige sfeer van what's going to happen. Hè. Dus, uh, of dat ze misschien niet gewoon uh, dat essential uh, ja, verkopen. De, dat zou eventueel ook kunnen. Hè. Dat, zou, uh, dat zou misschien <coughs> ook kunnen. Als het apart noteert dat dat wordt overgenomen, dat er een fusie is. Of, ja. Het kan theoretisch met de specialiteit ook gebeuren. Hè. Dus, nee, ik, ik wilde net ook inderdaad ja. een beetje zeg maar, die flauwe advocaat van de duivel opmerking maken van ja, hoe kan het nou dat als je twee separate divisies hebt die separaat rapporteren, dan kun je zeggen, nou die is tien keer EBITDA, die is vijf keer EBITDA, en dan heb je het. Waarom moet je het dan separaat listen? Dan denk ik van, dan zou er gevoelsmatig wat achter moeten zitten, dat je zegt van, nou we willen uiteindelijk, uh, wij spreken één onderdeel eigenlijk verkopen en op deze manier wordt dat zichtbaar, maar dat is meer gevoelsmatig. Ja, dat is inderdaad gevoelsmatig en nu, de advocaat van de Duits, sommigen zullen zeggen, men heeft het al geprobeerd om die essentials te verkopen en dat is ja. niet gelukt. Hè. Ja, ja. En daardoor gaat men ja. nu apart noteren, wat niemand wil dat kopen. Hè. Ja, dat speelt waarschijnlijk langs alle kanten een beetje. De conclusie blijft in mijn ogen toch wel dat de huidige beurskoers van Solvay een onderwaardering ja. is van wat het eigenlijk in zijn totaliteit waard is. En dat in ieder geval, als die splitsing gebeurd is. Die waarde meer naar buiten zal komen en het toch misschien makkelijker wordt. Dat Gaat er dan iedereen gebeurt. die essential dumpen en die anderen kopen. Ja, <laughs> ik, ik, ja het is even, ik, ik ga ervan uit dat sommige. Ja, dat, dat is vaak wat er wel gebeurt. Hè. Dat is vaak wel wat er gebeurt. Het ja, dat is dat, dus is die dat ja, ik laatst kijk nee. naar, naar een Zwitser bedrijf. Dat werd afgesplitst van ABB. Daar zit een Nederlands hedgefund heel groot in. En dat werd dan ook afgesplitst. En dat was om turbinemotoren in de marinedivisie Dat die veel minder uitstoot zouden doen. Dat werd ook afgesloten. Alleen dat werd vervolgens omdat het heel klein was, werd het gewoon massaal gedumpt. Dus dat aandeel dat ging binnen no-time gewoon gedeeld door twee. Want mensen wilden gewoon ABB hebben en die wilden nee, niet de aftakking. Ja, ja. Dus dat, dat je, er kan best wel ook een soort overshoot of in dit geval undershoot komen in datgene wat niemand wil hebben. Maar dat kan enorme opportunities opleveren. Ja, dat kan opportunities opleveren. Want dat hebben we nu bij Belgisch aandeel toevallig ook gehad. CFE is gesplitst ja. ook in het CV en DME. DME. Ja. En inderdaad, toen is het ook gebeurd dat CV eigenlijk vooral okay. ge gedumpt werd. Ja, maar, die maar ja, dat was, dan was de, de klassieke bouw, was dat? Ja, de ja. klassieke bouw was toch een kopgelegenheid. En ja. nu, uh, de waarde van CV en DME samen op de beurs is toch wel meer dan het CFE ja. vroeger. Hè. Dus ja. het is uiteindelijk ja. toch wel gebeurd. Ja. hoor. Ja. Ja. Uh, dus ja, er gaat hier toch wel wat waarde uitkomen, ja. Ja, daar ben ik toch wel zeker van. Ja. En misschien toch nog eventjes over Solvay, de cijfers over 2020 waren eigenlijk heel goed. Hè. De ja. winst is heel fors gestegen, de netto-winstmarge is toegenomen, dividend is verhoogd. Dat ja. allemaal voor een bedrijf dat dan zogezegd een chemiebedrijf is. En het het staat... Zie ik dit nou goed, dat er 18 euro winst per aandeel was op een koers van 103? Ja, ja absoluut, absoluut. ja. Dat is gewoon enorm, zes keer de winst. is enorm goedkoop, ja. Dus het, het, natuurlijk, het noteert alsof het een puur, ongelooflijk cyclisch chemiebedrijf is, maar dat is het niet. Hè? Ja. En dat is eigenlijk, ja, je ja, ziet nee, dat dus, eigenlijk in die cijfers. Doet het de laatste tijd ook heel slecht aan het aandeel, of niet? Ja, het is toch wel gedaald vorig jaar, ja. 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 ja nee, maar ook omdat we nu natuurlijk de recessieank weer, ja, ja. weer terugkomen, kan ik ja, me voorstellen ja, dat, ja. dat dit soort bedrijven ja. het slecht doen. Het heeft het in 2022 niet zo goed gedaan, omdat natuurlijk, men gaat, Vanuit. De, de grondstof voor de chemiebedrijven, ja. is die olie en ja, ja. gasprijzen. Ja, ja. Axo hebben we in Nederland is ook slecht. Dus geweest. dat is misschien ja. wel logisch geweest op een bepaald moment. Ja. Het is nu wel een beetje hersteld, want het dieptepunt is wel lager dan die 105 van nu. Ja. Maar toch, ja, het is een ondergewaardeerd ja. aandeel, naar mijn mening. Ja. Absoluut. Gaan we verder met het volgende aandeel. Ja, Dieter, het is niet uh, de eerste keer dat ik erover spreek. Maar ja, ik kan er uh, eigenlijk ja. moeilijk niet over praten. Uh, het is in België bekend. Het is de importeur van Audi en, en Volkswagen en Porsche en zo in maar België. Daar, daar kennen we niet. Daar van. kennen we niet van. Ze hebben nog <laughs> een paar andere mooie zaken, zoals die TVH. Dat is we ook onderdelen, van. <laughs> onderdelen van machines. Maar wat kennen we natuurlijk? Carglass, Belron. En inderdaad, dat is ongeveer 80% ja. van, van, van de waarde. En ja, nog steeds is eigenlijk die echte waarde van van Belron toch te weinig teweeggekomen ja. in het aandeel uh, Dieteren. Ja, eigenlijk dus ja, het heet Belron, maar het is ja, voor onze. Het is car eigenlijk carglass. ja, het is eigenlijk ja. carglass. En was er nu misschien het nieuwe nieuws daarvan? Enerzijds zal er opnieuw een betaling zijn vanuit Belron, omdat die zo'n cashmachine is van <tus> toch 550 Miljoen euro cash die Dieter binnenkrijgt, ja. op een beurscap van 9,5 miljard. Is dat toch nog altijd vrij veel? Ja. En bovendien naar de toekomst toe, de heer Carlos Brito. Die kennen we nog, dat was de CEO van AB InBev. Dat is de man die het de goeie ooit... of de slechte? Ja, de oorspronkelijke <laughs> die toch aangedurfd heeft vanuit ja. het kleine Belgische Interbrew. om toen het grote Anheuser-Busch over te nemen. Ja. En dat was oorspronkelijk een zeer groot succes. Later hebben ze dan ook SAB Miller overgenomen. En dat ja. was dan overnaam overname te veel. Maar toch ja, dus Carlos Brito heeft toch van AB InBev een succesverhaal gemaakt vele jaren. Ja. En hij is nu benoemd tot CEO van Belron. Uh, uiteraard om Belron verder te begeleiden, maar ik denk dat iedereen wel interpreteert dat er een soort liquidity event zal zijn. Dus ofwel wordt Belron zelf verkocht, ofwel wordt Belron, gaat Belron nog andere bedrijven overkopen. Belron zal misschien apart naar de beurs gaan. Maar er zal wel iets gebeuren en dat zal dan toch die waarde van Belron, die nog onvoldoende in Diteren zit. Toch nog wel uh, meer duidelijk maken. Hè. Dus ja. Uh, ja, misschien om toch een idee te geven dat het wel goed gaat bij Dieter. Het dividend wordt met 43% verhoogd. Ja. Ze hebben nu een doelstelling van een winst van 1 miljard euro tegen 2025. Dus ten opzichte van de huidige market cap is dat toch wel weinig. Ik dus ja, ja. Ik, ik bereken de waarde van Dieter, in mijn ogen conservatief, toch wel op 12 miljard. Dus er uh, zit ja. nog behoorlijk wat upside in. Dus ja, blijft een van de belangrijkste. Aandelen binnen mijn portefeuille nog steeds. Ja, ja. toevallig over dat Fund waar ik het net over had, die is ook nog steeds top 3, is ook uh, al eeuwenlang is het Dieter zit in de top 3. Ja, uh, het is eigenlijk wel opvallend. Het is, het is een hand die lange tijd relatief onbekend geweest is, ja. en misschien nog altijd een beetje eigenlijk. Ja. Maar degenen die belicht zijn, die blijven wel. Ja, dat is wel, zitten, dat ja. is wel opvallend. Ja. <coughs> Dan gaan we natuurlijk nog een chipper ja. doen. Ja, inderdaad. Het is toch wel een heel mooi bedrijfje, Xfab. Xfab is eigenlijk echt de, de fabriek uh, die de chips maakt, die vooral designed wordt door een ander Belgisch bedrijf, Melexis. Ja. Lexis doet het design van de chips en Xfab produceert die, die hebben uiteindelijk, ze hebben in totaal zes fabrieken en dat zijn vooral chips voor de autosector, ja. Um, ja, voor allerlei toepassingen. Uiteraard bijvoorbeeld de lichten, tegenwoordig hebben auto's heel veel lichten, maar uiteraard ook voor de aandrijving en dergelijke meer. En ja, we hebben het er vaak over gehad, maar het blijft toch een punt. Hè. Als de autosector volledig overgaat van traditionele motoren naar elektrische motoren, dan neemt het aantal chips per auto gemiddeld toe. Hè. Op ja. dit moment, dat zijn dan het cijfers van Melexis, zit een gemiddelde auto bevat 19 chips van Melexis. Ja. Maar de nieuwe elektrische Mercedes hebben, hebben er 130. Ja. Dus die evolutie is nog enorm bezig. En dus ja, vooral voor Melexis, maar nog meer dus voor, voor X-Fab, zit daar in mijn ogen een enorme leverage op van hoeveel... Extra vraag dat er zal zijn naar computerchips. Nu in de wereld, sommige chips zijn er op dit moment een beetje op overschot. Hè. Bijvoorbeeld chips voor de, voor de PC's. Hè. Ja. Daar zijn er voorlopig eigenlijk wel een beetje voldoende van. Hè. Daarom ook dat Samsung bijvoorbeeld zijn productie vermindert. Maar voor de autosector is dat niet zo. Hè. Het is nog altijd een, een, een tight market. Hè. Dus de autoproducenten hebben nog altijd moeite om voldoende <kuggen> uh, chips geleverd te krijgen voor de auto's. Juist omdat er zoveel meer nodig zijn. Ja. En dat. Is in mijn ogen nog altijd niet voldoende gereflecteerd in de, in de koers van Xfab. Xfab heeft zeer goede cijfers gehaald ja. uh, de afgelopen jaren. Um, en is ook positief voor het nieuwe jaar. He. Ze verwachten nu een omzet, misschien nog een beetje een, 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 ja, een grote marge, tussen 880 en 960 miljoen dollar. Ja. Met een marge van 23 tot 27 procent. Maar dus tegen 2027 zou het moeten oplopen tot 1,5 miljard. Ja. Dus ja, dat is toch een zeer sterk groeiend bedrijf, heel rendabel, heel efficiënt. Ik ken het niet goed genoeg, maar uh, het is een Belgisch bedrijf hè, dat uh, chips fabriceert en dat is dan voor de automobiele industrie. Uh, alleen, ja, er zijn natuurlijk enorme grote chipfabrikanten. Uh, wat maakt dat zij zeg maar, tegen die grote spelers goed aankunnen? Ja, zij ze, ze, ze hebben zich gespecialiseerd in bepaalde niches, want om het heel eerlijk te zeggen, x maakt misschien de iets minder gesofisticeerde chips. Hè? Dus voor ja. de traditionele zaken bijvoorbeeld ook nog altijd om je spiegels te laten inklappen en zo, maar ja. die juist heel veel, heel veel nodig zijn. Hè? Dus dat is eigenlijk een beetje hun niche, om misschien <tus> die chips te maken die de allergrootste jongens in Finian en, en anderen minder interessant vinden. Dus ze hebben hun niche daar wel heel hard uh, in gevonden. Uh, het is een van de elementen die bij Xfab het eigenaardig is, is een Belgisch bedrijf, uh, maar de notering is op Euronext Parijs. En dat Waarom? komt eigenlijk omdat ze oorspronkelijk een fabriek hebben overgenomen in Frankrijk. Wat juist een van de opportuniteiten is, want die fabriek in Frankrijk hebben ze volledig omgebouwd om die nieuwe chips voor de auto's te maken. Die maakten vroeger andere vormen van chips. Dus die transitie heeft gemaakt dat men eigenlijk in Parijs noteert. Maar het gevolg is natuurlijk, als men in België een lijstje maakt van Belgische aandelen, dan staat Xfab daar niet tussen. Nee. Dat dat dan niet als Belgisch aandeel wordt gezien. Die zincode begint wel met BE, in die zin is het wel Belgisch. Terwijl in Frankrijk, uiteraard, eh, is het Belgisch, dus dat interesseert hij niet. Uh, ja, zo is dat in Frankrijk. Dus daardoor valt het een beetje tussen wal en schip. Hè. Dus ik zou meneer De Winter, hè, de CEO, zeker voorstellen dat hij XWAP laat noteren op Euronext Brussel. Dat zou de, de visibiliteit al, al fors verhogen. Hè. Want het is heel eigenaardig. Het aandeel is pas dus geïnteresseerd in 2017 in Parijs. Heeft sindsdien al twee keer een koers gehad boven de 10 euro. Ja. En, nu, en, nu staan we, en ondanks het feit dus dat er sterke groei is geweest, heel rendabel is, staan we toch nog altijd nog maar 8,5 euro. Hè. Dat dus, dus natuurlijk, ik heb zijdelings, maar dat, het is natuurlijk wat cyclischer geweest. Hè? Ja, het is inderdaad wel wat cyclischer geweest en er zit ook wel die, die, die component in van, ja, het is, uh, die, die chips, dat is een heel cyclische sector, maar mijn visie is eigenlijk, het is structureel. De ja. groei van de chips voor de autosector, dat is een heel structurele groei voor nog vele ja. jaren, want die transitie naar die elektrische auto's, die is eigenlijk nog maar eigenlijk aan het starten. Dus ja. Er is nog een enorme beweging die daar moet gebeuren ja. en ze hebben daar de niche in gevonden. Ze hebben trouwens ook relatief veel nieuwe lange termijn contracten. Want hun ja. contracten zijn dan weer met andere suppliers voor de autosector, ja. de Bosch van deze wereld. Ja. Dat zijn eigenlijk hun klanten. Ze hebben daar lange termijn contracten mee. Dus die business is eigenlijk heel zeker. Het is eigenlijk geen cyclische business. Ja. En ze worden wel gewaardeerd als een, uh, als een cyclisch bedrijf. Dus, ja. Ja, Samenvattend, we hebben eigenlijk uh, drie tips. Dat is dus uh, Solve, en XFAP. En als je ze als je moet rangschikken, wat is dan 1, 2, 3? Zo ja, is ik, natuurlijk het meest concrete. Ja, wat gebeurt, ik, heb, maar... ik heb ze inderdaad die rangsing wel gegeven. Omdat Solvay inderdaad, die splitsing zal dit jaar gebeuren. En dus ja, dat event, dat het ja. echt gaat ontdekt worden, dat zal volgens mij dit jaar ja. zijn. Dieter is het eigenlijk vooral, ja. Belron, die, die, die ja. overname of die uh, aparte beursnotering van ja. Belron, maar dat zou eens volgend jaar kunnen zijn. Hè. Ja. Dus dat kan iets langer duren. En ik snap ja, het is wel moeilijk te voorspellen wanneer de markt dat eigenlijk gaat zien, dat dat eigenlijk een zwaar ondergewaardeerd aandeel is. Daarom staat hij op drie. Hè. Dus ik heb in die zin wel gerangschikt, ja, ja, ja. volgens wat ik, uh, wat ik logisch vond, die feiten. Maar ik moet wel zeggen, dus als je spreekt over de Belgische aandelen, mijn volledige pro-beleggen portefeuille is volgens mij kopwaardig. Er zit inderdaad AGEA's in. Ik IBA, ja, heel veel van die aandelen zijn in mijn ogen nog zwaar ondergewaardeerd. Hè. En, ja. uh, en vele zijn theoretisch ook overnamekandidaten. AGEA staat bijvoorbeeld ook in die lijst. Hè. Ja. Daar is er is regelmatig ook eens geruchten over. En dat ja. geldt eigenlijk voor veel van die. Uh, van die in anderen. Nederland zijn we altijd zo bang voor de uitverkoop van de BV Nederland, zeggen we altijd. Dus, uh, ja, maar ik denk dat we in België dat ook niet zitten op te wachten. Maar ik denk dat het inderdaad zo is. Ofwel gaan die waarderingen hoger zijn zodanig dat minder gevaar is voor overgenomen te worden. Ja. Ofwel zal het toch gebeuren. Hè? Ja, ik denk, uh, ja, inderdaad. Ik ja. zou zeggen, het moet stijgen. One way or, not, or another. Hè? Ja, ja. Nou, laten we hopen dat dit dan een bijdrage heeft geleverd. Uh, aan het onder de aandacht brengen van de Belgische aandelen. Stefan, heel veel dank voor je komst naar de studio. Heel graag gedaan. En uh, leuk, denk ik, voor u als kijker om een inzage te krijgen in zijn portefeuille. En drie hele leuke tips, denk ik, waar concrete actie misschien wel te verwachten is in de komende één tot twee jaar. Ik dank u voor het kijken. Uh, als u zin, nog wil abonneren op ons kanaal, heel graag. En dan wens ik u een fijne dag.